Hi, ik sta hier op het kantoor van Frank Watching. Ik werk hier nu, maar mijn tijd bij Frank Watching is hier begonnen met een stage. En ik neem jou vandaag mee naar misschien wel jouw nieuwe stageplek. Ik schrijf even aan bij onze copywriter Jasmijn. Hey, jij hebt hier ooit stage gelopen, maar niet bij de afdeling copywriting, toch? Nee, dat klopt. Ik ben ooit begonnen op de redactie. Wat leuk. Ja, dat zeg ik al een tijdje terug. En ik wilde eigenlijk heel veel dingen doen met journalistiek en lekker gaan schrijven. Maar ik had ook nog wel interesse in de rest van het vakgebied. En toen dacht ik van, weet je, ik ga eens vragen of ze een plek hebben bij copywriting. En naast jouw baan hier bij Frank Watching heb jij volgens mij ook een studie, of niet? Ja, dat klopt. Eigenlijk heb ik vorig jaar een mbo-opleiding mediacommunicatie afgerond. Maar omdat er nog zoveel te leren en te ontdekken is, dacht ik, ik ga eigenlijk nog wel een studie erbij doen. Maar ik wilde niet mijn baan bij Frank Watching opgeven. Dus ik ben deeltijd gaan studeren en deeltijd gaan werken. Dus die combinatie hier is echt perfect. Jij hebt je plekje bij Frank Watching zo te horen wel gevonden. In mijn linker ooghoek zie ik de nieuwe stagiaires al zitten en ik wil ze heel graag even spreken. Heel veel succes nog vandaag en ik zie je snel. Wat leuk om jullie hier te zien. Arno, volgens mij loopt mijn stage bij de afdeling event. Ja, dat klopt. Ik mocht meteen al in de eerste week helpen met het organiseren van een evenement. En daar kreeg ik heel veel verantwoordelijkheid bij. Dus dat was eigenlijk heel erg leerzaam en leuk. En Jaël, is het ook zo hectisch bij de afdeling Academy? Nou, niet zo hectisch, maar ik heb wel heel veel geleerd. En het leuke is, ik mag vrijdag ook de trainersdag organiseren. Dus dat zijn wel echt veel eigen verantwoordelijkheden die je al gelijk hebt. En er is heel veel tijd om naast de stageopdrachten ook aan de studieopdrachten te werken. Dat klinkt als een hele leerzame stage. Hopelijk leren jullie nog heel snel meer bij. En nou, ik ga door naar mijn volgende meeting. Hey, Jalissa. Dan thuiswerken, dat ben jij wel gewend. Komt dat ook natuurlijk door jouw afstudeerstage? Ja, onder andere ja. Ik heb heel veel onderzoek moeten doen en het was eigenlijk heel fijn dat thuiswerken de norm is. En dat ik gewoon mijn hele afstudeerstage thuis ook kon uitvoeren. En wat is dan nog meer een verschil tussen een afstudeerstage en eigenlijk een meewerkstage? Mijn afstudeerstage was echt gericht op één doel eigenlijk. De bepaalde probleemstelling of de vraag die Frank Watching dus had, dat die moest gaan beantwoorden. En dat we dus rapporten moesten aanleveren. En bij de meewerkstage was het echt dat je in het diepe wordt gegooid, wel met liefde en begeleiding. Maar dat je echt leert door te doen. Maar Jalissa, zo'n stage allemaal leuk en aardig. Heb je er nog wel wat aan overgehouden? Zeker wel. Ik heb een heel mooi cijfer aan overgehouden. Een 10 voor mijn onderzoek en een 9 voor mijn communicatieadvies. Zo. En ook best wel veel baankansen via LinkedIn. Kijk. Waren jullie mijn eerste kus. Jalissa, goed om te horen dat je nog even bij ons blijft. Ik moet er helaas vandoor. Doei. Ik wil jullie namelijk nog graag laten zien waar de videoproducties van Frank Watching plaatsvinden. Namelijk in onze studio. Precies de collega's die ik zocht. Leila en Marco, jullie kan ik hier altijd vinden volgens mij. Ja, klopt. Als Team Studio zijn wij regelmatig hier in de studio. Zelf ben ik begonnen als stagiair bij afdeling events. Tijdens mijn opleiding communicatie ben ik hier terechtgekomen. En nu ben ik dus ook aan het een event aan het organiseren. En samen met Marco dus aan het kijken naar een leuke visual. Ik ben samen met Leila heel vaak aan het werk vanuit Team Studio. Ik ben oorspronkelijk begonnen als DTP'er op het Graafs Lyceum. En doorgegroeid naar een multimedia designer bij Frank Watching. En we zijn op dit moment dus bezig met een nieuw event, dus ook nieuwe visuals. Dus we zijn aan het kijken naar de kleuren en de typografie en alles wat erbij komt kijken. En we hopen weer een mooie visual te kunnen ontwerpen. Wat leuk dat jullie hier als stage zijn begonnen en nu in één team samenwerken. Nou, tijdens mijn stage bij Frank Watching ben ik erachter gekomen dat dit de plek is waar ik mij thuis voel. Achter de desk en voor de camera. Wil jij nou helemaal je plek vinden tijdens je stage? Kom dan eens kijken wat wij voor jou kunnen betekenen. Grijp die kans om breed te leren en te ontdekken wat je nou echt leuk vindt. Een stage bij Frank Watching staat niet alleen goed op je cv, je kan er ook je baan aan overhouden.